Waarom is het soms moeilijk om te bepalen wanneer iemand echt dood is? Dit is de Universiteit van Nederland. Ja, het is een van de grootste angsten van mensen om doodverklaard te worden terwijl je dat niet bent. En sterker nog, om begraven te worden als je dat niet bent. He, als je dus niet dood bent. Of gecremeerd te worden als je niet dood bent. Dan ga je wel dood van hoor. Van crematie. Maar net als deze man die in een kist ligt en hij wordt wakker in de kist. En bijzonder is wel dat aan de zijkant staat dood vastgestelde dokters. Dus daar kan je ook niet op vertrouwen. He, dus dat is wel een groot probleem. Maar ook in de moderne tijd worden de mensen doodverklaard die het eigenlijk niet zijn. Die dus wakker worden in een lijkzak, zoals deze man. Dit is de dag erna. Hij werd wakker in een mortuarium en hij las dat in een lijkzak en hij begon daar te bewegen. En hij kwam eruit en hij ziet het gaat alweer een beetje redelijk met hem. Dus ja, je kan dus ook wel doodverklaard worden terwijl je dat niet bent. In de 17e eeuw had men daar prachtige dingen op bedacht. Zoals dit, je lag in de kist en dan werd er een touw aan je verbonden. En zodat je dus, als je in de kist lag en je was dus niet dood, dan kon je gewoon de bel luiden. En dan werd je weer snel opgegraven. Maar ja, dat was vaak niet meer het juiste dan. Hè? Want ja, allerlei de wind en allerlei dingen en ongedierte wat erin zat, dat gaf die bel te luiden. Dus schijndood was in de oude tijd, maar ook in de nieuwe tijd, een groot probleem. Is de dood vaststellen dan zo moeilijk? Soms wel. Maar we doen het 400 keer per dag ongeveer. Hè? Per dag overlijden ongeveer 400 mensen per dag in Nederland. En dokters, die je kon vertrouwen, weet je nog wel, die dan de dood vaststellen. Wanneer denken jullie dat je dood bent? Ik geef u 3 opties. Wanneer je hersenen het helemaal niet meer doen. Dus echt onherstelbaar dood zijn. Of als je hart en ademhaling het niet meer doen. Of alle 3. Wie kiest er voor het eerste? Alleen je hersenen. Nou, niet veel. Je hart en ademhaling. Ook niet zo heel veel. Maar alles dan bij elkaar, alle 3. Oké, nou. Jullie hebben allemaal gelijk, maar niet in alle omstandigheden. Meestal is het niet zo moeilijk en kan dezelfde leek gemakkelijk de dood vaststellen. Uiterlijk is het makkelijk. Er ligt iemand die is slap, die beweegt niet, die is bewusteloos, hij is bleek. Als je zijn pols voelt, is er geen pols, er is geen ademhaling te zien. Uiteindelijk wordt hij stijf, krijgt lijkvlekken en uiteindelijk gaat hij rotten. Nou, dat is allemaal heel helder. De leek kan het vaststellen. In meer dan 99% van de gevallen is dat ook zo en wordt de dood zo vastgesteld. Nou, dat was wel zo, maar toen, rond 1952, toen raasde er een epidemie van kinderverlamming door Europa heen. En toen werden er voor het eerst op grote schaal mensen mechanisch beademd. Dat was heel succesvol. Heel veel mensen hebben toen daardoor overleefd. Maar men dacht toen de dokters van nou, we kunnen dat ook bij andere aandoeningen misschien wel goed doen. Er zijn ook mensen met hersenbloedingen, met een schedelletsel, zijn ze ook gaan beademen met een beademingsmachine. En toen viel het mensen op, een aantal neurologen, Franse neurologen, in het einde van de jaren 50 viel het op dat er patiënten waren, die waren comateus en die hadden op een gegeven moment helemaal geen enkele reflex meer. En als ze elektrische potentiaalwisselingen in de hersenschors gingen meten, was er niks meer, de bloedstroming niet meer. Ze snapten het niet zo goed, dat kenden ze niet en ze noemden dat le coma dépassé. Iets wat voorbij het coma kwam. Dat zijn ze, Molleret en Goulin. Het zijn 2 Franse neurologen die dat in 1959 voor het eerst beschreven hebben. In 1954 werd de eerste nier getransplanteerd in de wereld. Transplantatiegeneeskunde kwam op. Maar de transplantatiegeneeskunde had met 2 grote vijanden te maken. De eerste was de afstoting van het orgaan. Je kreeg een orgaan van een ander, dat je lichaam zegt wegwezen ermee. En het andere was van de donorkant. De donorkant, want die was, dat heet de warme ischemie. Het lichaam is warm als het net dood is. En het is ischemisch, geen zuurstofrijk bloed meer. Dus je moest die organen heel snel eruit halen om ze te kunnen transplanteren. In 1962 was er een groot internationaal transplantatiecongres. En er was een Duitse transplantatiechirurg, Guy Alexander. En die zei, joh, wij lossen dat op een makkelijke manier op, soms Belgisch. Ze zeggen gewoon, die mensen in coma dépassé, die zijn dood. Hersendood. En dan halen we gewoon die levende nieren eruit en transplanteren. En kijk eens hoe goed mijn resultaten zijn. Nou, al de transplantatiechirurgen, met name de Amerikanen, wild enthousiast. En toen heeft het tot 1968 geduurd. Toen is de
Toen heeft in een commissie in Harvard, Amerika, hebben criteria opgesteld op basis waarvan de hersendood kon worden vastgesteld. En als de hersenen dood waren, dan was de mens dood en kon je de levende organen uitnemen. Dat ging vrij snel. In 1971 werden in Nederland de criteria opgenomen. Dat laatste landen was 1996 in Japan en 1999 in Denemarken. Er was dus een nieuw criterium voor de dood. Als je hersenen dood zijn, maar de rest van je lichaam leeft nog, ben je toch dood. Dat is wel een bijzonder, maar dat hebben we nu overal in alle landen waar mensen op een intensive care terechtkomen en die mechanisch beademd worden, kan je zo op die manier de dood vaststellen. Heel zeldzaam overigens. Ik ga niet lang bij stilstaan hoe dat gaat, maar we kijken met name naar de buitenkant van de hersenschors en de hersenstamreflexen. Als die afwezig zijn, dan was de hersendood een feit. Maar niet wat er tussenin zit. Er zitten hele belangrijke onderdelen nog eigenlijk tussenin. Tussen die hersenschors aan de ene kant en die hersenstam aan de andere kant. Bijvoorbeeld hypothalamus. En het blijkt dan ook uit onderzoek dat bijna een kwart van de mensen die hersendood verklaard worden, nog de hypothalamus nog functioneert. Doet dat er niet toe? Alle commissies die de hersendood hebben vastgezegd, dat doet er niet toe. Dat is zo'n basale functie, dat doet er eigenlijk niet toe. Maar wat als nou, kijk, hier zien we nou, dit is een hersendode patiënt. Dit is een hersendode jongen. Je ziet, hij ligt aan die buis die in zijn mond zit, die wordt aan een beademingsapparaat aangesloten. En hij is hersendood. Dat is vastgesteld volgens de geldende criteria. Maar wat nou als de dokter zijn hoofd optilt? Hij beweegt ineens zijn armen. Dat noem je Lazarusreflexen. Lazarusreflexen, ik kan het weer terugleggen. En nog een keer. Dit zijn rationeel makkelijk te verklaren reflexen. Het komt uit ruggenmerg. Ze zijn genoemd naar Lazarus. Hier zien we een mooie schilderij van Lazarus, die 3 dagen dood was en toen uit het graf gehaald werd. En weer duidelijk levend was, want hij zwaait. Dus dat ging dan wel goed. Dat noem je later, die komen vanuit het ruggenmerg. Rationeel zijn ze makkelijk te verklaren. Intuïtief, emotioneel, een stuk moeilijker. Want zelfs, en ik heb het in de praktijk nu vele, vele malen gezien, dit soort reflexen. Elke keer als het weer, ze zijn wel zeldzaam overigens. De meeste hersendode patiënten doen helemaal niks meer. Maar als ze dan gebeuren, zijn we gelijk in vertwijfeling. Hebben we het wel goed gezien? Moeten we nog een keertje testen? Gaan nog eens een keer even kijken of we het wel allemaal goed bekeken hebben? Zijn er geen confounders geweest? Dus dan. Dan is ineens de dood niet zo duidelijk meer. Maar waarom al die moeite om hersendood vast te stellen? Want als je gewoon die beademing stopt, dan ze ademen niet, want dat is een hersenfunctie. En dan stopt het hart ook binnen een paar minuten. Dat is toch veel makkelijker? Ja, dat komt. Omdat er zijn belangen. Er zijn belangen van anderen die belang hebben bij jou op die manier de dood vast te stellen. Wie dan? Nou, de mensen die belang hebben bij jouw nog gezonde, functionerende organen. Als je jong bent en je hebt een hersenletsel gehad en je ligt op een intensive care, zoals deze jongen die je zag. En dat zijn jonge, vitale, goede organen, die kan je goed transplanteren. De Gezondheidsraad in Nederland heeft ook gezegd van de dood van de mens wordt bepaald door de dood van de hersenen. Dus dat doet. We praten zelfs over een beademd stoffelijk overschot. Maar ja, stel je nou eens even voor. We hebben een jonge vrouw, 30 jaar, die heeft een hersenvliesbloeding gehad. En die ligt op de intensive care en we hebben de hersenen vastgesteld en we hebben de familieleden toestemming gevraagd voor orgaandonatie. En die hebben dat toegestemd. En dan kijken we nog eens een keertje goed, want hij heeft toch een beetje een dikke buik. Misschien zit de katheter niet helemaal goed in de blaas. Dan blijkt ze zwanger te zijn. Dit is dood, maar dat leeft allemaal. Inclusief de foetus in de baarmoeder. Wat nu? Wat moeten we nu doen? De baarmoeder opzij schuiven, toch die organen uithalen. Of zeggen we, nou, we gaan nog een aantal maanden doorbehandelen. Dat kan je doen. Je kan nog doorbehandelen op een intensive care. Er zijn vele tientallen goed gedocumenteerde gevallen van vrouwen die doorbehandeld zijn. Hier zien we de eerste. De vrouw, Nicola Bell in Engeland, in 1988 met de vader en het kind wat geboren. Zij werd 3 maanden lang nog op de intensive care doorbehandeld. Voordat uiteindelijk uitgenomen wordt. Maar dan ben je dus niet hersendood. Want je kan niet geboren worden uit iemand die 3 maanden daarvoor is overleden. Dus dan ben je niet hersendood, dan zeggen we, je bent weer comateus. En dan ben je, dan is, oh, dat is wel heel ingewikkeld allemaal. En dan als dat kind eruit is, dan mag de hersendood vastgesteld worden. Dan kan je eventueel ook nog de organen uitnemen. Nou, dus het is heel ingewikkeld. Dus wanneer je dood bent, lijkt eigenlijk dus eigenlijk wel je hersenen. Maar wordt bepaald door het belang wat anderen eigenlijk bij je hebben. Eén ding is helder voor mij hoor. Zonder het belang van de transplantatiegeneeskunde gaan we nooit meer de hersendood vaststellen. Veel te veel moeite.
Veel te veel moeite, dat doen we niet meer. De hersendood is eigenlijk een heel moeilijk begrip. Dat wordt soms duidelijk ook uit de media. Een mooi voorbeeld daarvan vond ik van 2 jaar geleden in Denemarken. In het academisch ziekenhuis van Aarhus, midden Denemarken. Daar had de Deense televisie had bedacht van we gaan een documentaire maken over transplantatiegeneeskunde. Nou, ze hebben het ziekenhuis aangeklopt. Nou, dat kan, ja, natuurlijk. Maar we willen van allereerst het begin. Dus van de donor af willen we dat helemaal volgen. Nou, dat kwam er goed uit, want er was net die week was er een jonge vrouw opgenomen met door een verkeersongeval, een ernstig gescheurd hersenletsel. En waarvan de intensivist zei van ja, die zal toch wel die bijna hersendood. Nou, dat is dan gefilmd in die documentaire, dat er toestemming gevraagd werd aan de familieleden. Hier zien we haar, Carina Melchior heet ze. Dat was before, after, zoals ze dat dan noemen. Dus dit was nog in de goede tijd en daar ligt ze op de intensive care. Aan de beademing, je ziet alweer die beademingsbuis en wat er uit haar hoofd steekt, die antenne, dat is om de druk te meten in de hersenen, die was veel te hoog. Er werd toestemming gevraagd om voor orgaandonatie. De ouders gaven daar toestemming in. Alleen ze ging die hersendood. Ze konden de hersenen dat niet formeel vaststellen. Maar dan hebben we nog een plan B. Een plan B is, dan stop je de beademingsmachine en dan wacht je tot het hart stilstaat. En dan wacht je nog 5 minuten en dan moet je heel snel naar de operatiekamer. Dan kan je nog niet wat lever en de nieren en de longen kan je eventueel nog gebruiken voor transplantatiedoeleinden. Nou, plan B dan. Ging ze ook niet dood? Nee, dat was dan wel een dingetje. Toen, als ik op de volgende foto, als je kon zien, ja, dat zie je. Ze deed de ogen open en ze stak zelfs op een gegeven moment de duim op. En na een jaar, dat is de foto in de blauwe trui. Is ze weer volkomen hersteld. Ze was dus niet hersendood. Maar ze ging ook niet dood. En de programmamakers die zeiden van, we gaan niks meer over transplantatiegeneeskunde doen, maar we maken een documentaire over dit meisje. Het meisje wat niet wilde sterven, heet de documentaire. Het gevolg hiervan is dat heel veel mensen zich terugtrokken uit een donorregister in Denemarken. En ze zeiden van, wij vertrouwen het niet meer. Dood door artsen vastgesteld. Zie je hem nog staan op die doodskist in het begin? Dat praat je over de 17e eeuw, de 18e eeuw. Maar nog steeds is het wel zo dat er een zeker wantrouwen. Er hoeft maar iets te gebeuren. En dat geeft op zich ook al aan dat het eigenlijk toch wel een heel bijzonder soort dood is, die hersendood. Nou, gelukkig worden de meeste mensen worden doodverklaard op criteria die zelfs voor de leek overduidelijk zijn. Slap, bleek, geen pols, geen ademhaling, uiteindelijk lijkstijfheid, lijkvlekken. En we hebben ook de tijd. Hè? Als je naast zo iemand zit, dan ja, de tijd is geen vijand. Dan voor je ziet dat hele proces zich voltrekken. Deze mensen zijn echt dood. Maar door de medische technologie en alle technische mogelijkheden die we hebben op intensive care afdelingen, ja, en uit de belangen die mensen dus hebben, bij een bepaalde manier, hebben we ook nieuwe criteria voor dood bedacht. En die nieuwe criteria die zijn tijdgebonden. Want als het niet meer nodig is om organen van deze patiënten te gebruiken voor transplantatiedoeleinden, zullen we de hersendood nooit meer vaststellen. Dus wanneer je dood bent, is eigenlijk nu gewoon een afspraak. Van als je daar aan voldoet, dan ben je zo dood. En dan als je daar niet aan voldoet, ga je op een andere manier dood. Dus ook als er iemand op de intensive care is waar we de hersendood hebben vastgesteld, dan schrijven we vaak op de overlijdensverklaring pas het moment dat het hart stilstaat. Maar dan moeten we, als we het hart eruit nemen, moeten we hem eerst doodverklaren, want anders dan maken we hem dood door het hart eruit te nemen. Dus het is allemaal weer heel ingewikkeld. Hersendood is heel erg zeldzaam, gelukkig maar. En het wordt steeds zeldzamer. Maar het levert nog steeds heel veel vragen op. Nog altijd. Wil je nog meer weten over het thema dood? Kijk dan naar de andere video's. Dank u wel.